Hesley zei, haha, ik zei, Hesley, waarom kom je niet mee? Kan en nee. Toen later kwamen er een aantal collega's bij. En er stond bij mij, heb ik wel vaker in AI. Ik kreeg een soort onderbuik en het kroop echt een fysieke reactie. En ik dacht, waarom zijn wij niet zichtbaar? Waar zijn mijn collega's? Waar zijn die ouderen? Waar is Frank Siege? Waar is Felix? En ik miste ze. En toen dacht ik, ik wil mijn eigen medium film eigenlijk steeds meer inzetten om die zichtbaarheid. Maar waar in ieder zijn geval. Die mensen? Waar is... Heel veel in het buitenland, Felix de Rooij. Retrospectief van zijn werk in Rialto, 23 oktober. Ja. Maar hij heeft heel veel mensen, ja, zoals Carita Ida ook inderdaad, afgehaald. Gefrustreerd, boos, moe, whatever, you know. Maar goed, we gaan door. Dus ik dacht, die zichtbaarheid vind ik heel belangrijk. Ik was ook nieuwsgierig naar elkaar. En toen kwam deze dag Nancy, waar ben je? Shout out voor Nancy. Die is weg. Ik geloof heel erg in die zichtbaarheid. En dat we een platform hebben, dat we met elkaar kunnen praten, dat we elkaar kunnen zien. Kijken naar de jonge generatie, naar de oude generatie. En elkaar inspireren. Ja, dat was mijn vertrekpunt. En ik heb een paar vragen bedacht en aan de mensen voorgelegd. We gaan de stoel gewoon gaan kijken? Ja. Ja. Oké, lichten uit en... Goed gedaan. Ik word een beetje verlegen van. Wat ik met het product doen? Ja, aan de NTR verkopen, denk ik. Wat vind je? Dat kan ik horen. Ik denk dat ze dan op YouTube laten circuleren. Dat is een makkelijker manier om direct de mensen te bereiken, toch? Ja, probeer het dan maar eens. Ga proberen, ja? Ja, weet je hoe de reacties zijn? Vertel. Ik wilde jullie echt, het is allemaal op korte termijn gerealiseerd. Super dat iedereen ook kwam en zo open sprak. We hadden een hele fijne connectie tijdens de opnames, dat zie je er ook in terug. Nancy, dankjewel dat je ook gelijk zei, ja, let's do this. Simone Zeefuik, die onder druk heeft gezet, ik heb een standje van haar gehad. Ik heb een officieel standje van haar gehad, want we waren aan het appen. En toen zei ik, nee, in de stress, je moet dit en dit en dit. En toen zei ze, moeten hoort er niet bij als er een vraagteken is. Toen zei ik, je hebt gelijk, dat imperatief van wat wij in Suriname gebruiken. Ja, ja, ja. Dus, maar het was super dat je dat allemaal op zo'n korte termijn hebt kunnen realiseren. So, thank you all.